Maar motivatie is eigenlijk willen we graag, als we spreken van duurzame ondernemen en duurzame sourcen, daar is zeker een belangrijke economisch aspect. Dus als we denken aan duurzame sourcen, denken we aan ecologie, aan sociaal, maar ook economisch. En we vinden het belangrijk dat iedereen in die keten effectief zijn boterham kan verdienen. En het interessante was in dit project is dat we gingen eerst de complete keten uitspitten en bekijken, oké, wat is inderdaad de rol van iedereen in de keten en hoe kunnen we samen zorgen dat iedereen in de keten eigenlijk de meerwaarde van zijn werk kan verdienen. Ja, we hebben heel veel geleerd van die case en van die ketenbenadering, maar langs de andere kant is het van, wauw, er is nog heel veel te doen. Willen we inderdaad het goed doen voor heel wat andere producten. De positieve ervaring, voor mij toch een van de belangrijke positieve ervaringen, is dat de begeleiding die gebeurd is door Vrede Zeilanden, die eigenlijk heel positief was. Mm. Het heeft gemaakt dat het toch vrij vlot ging. En in het geval van problemen of discussies kon eigenlijk Vrede Zeilanden vrij snel tussenkomen en de verschillen oplossen. Dus voor mij dat was het feit dat een derde partner inderdaad die coördinatierol opneemt, is zeer belangrijk. Tweede positieve ervaring is voor mij toch de mogelijkheid om kennis te maken met die producenten. Het feit dat Herman ter plaatse geweest is, hij heeft eigenlijk ter plaatse kunnen zien wat zijn de problematiek daar ter plaatse. Het feit dat ze naar hier komen en we hebben kunnen uitleggen, en wat is onze problematiek? Hoe zitten we in onze markt, met onze beperkingen ook, dat we elkaar beter leren kennen, dat we de problematiek van elke persoon of groep van personen in de keten leren kennen en proberen te verstaan. Dat was toch een zeer, zeer belangrijke les voor ons. Eh bien, laat ons gewoon doorgaan en à fond gaan in die proces. En proberen de prijsvorming te kennen in alle stappen van de keten. Nu, we kennen die prijsvorming in bepaalde gedeelten van de ketting, maar niet in alle stappen. Uh-huh. Dus voor mij zou het leuk zijn, zou het mooi zijn, dat we profiteren van die gelegenheid, van die testcase, om allemaal te leren en hoe wordt de prijs gevormd in alle stappen van de productie. Dat zou nog voor mij een mooie afronding zijn van het project. Het komt natuurlijk heel veel mensen aan bod in zo'n keten. De boeren die hebben eigenlijk een verwerkingsbedrijf nodig. Die verkopen dat aan nog een supplementaire partner, die verkoopt dat aan Colruyt. Iedereen moet op dezelfde golflengte zitten om zo'n ketenproject positief te maken. En dat is soms complex, want soms zijn de belangen van het ene niet altijd dezelfde dan van de andere. Dus inderdaad, die coördinatie is superbelangrijk. Maar voor mij is een van de belangrijke lessen, dat is als we het willen en iedereen is van goede wil, zoals het geval in dit ketenbenadering, komen we wel tot resultaten. En iedereen is tevreden. Eigenlijk, iedereen in de keten kan iets winnen. En dat is belangrijk. En als ik nu zie het enthousiasme van die Reopa-boeren, dat is toch impressionant. De dynamisme, de enthousiasme dat ze hebben om iets te realiseren en te willen realiseren. Ik zou zeggen, chapeau. Dat was toch een van de mooie dingen die we gezien hebben. Zeker op die workshop.